Twee journalisten, dames en heren. Zoals ik zei, van twee verschillende integere landelijke dagbladen. Het zijn Fons van der Waal en Peter Boele. Fijn dat jullie konden komen. Ik zou zeggen, ga zitten. Jullie hebben een boek geschreven over, zoals jullie het zelf zeggen, het spelletje. Ja. Ik zou willen vragen voor het begin of je misschien even een stukje zou willen voorlezen. Dan weten alle kijkers over waar we het over hebben. Oké. Okay. Direct vanuit de spelhervatting kromde de bal zich zwanger van effect en verlangen door de ingehouden adem van het stadion naar de kruising. Met een natte klets, als van een late zomerzoen, kuste het ronde leer de touwen. 3-0. Een hattrick. De armen van Pijke Ochterop gingen omhoog als molenwieken op een storm van orgastische ontlading. Dit is voetbal, siste hij. En hij had gelijk. Mijn vraag is, hoe komen jullie daarop? Nou, we zijn inderdaad nogal geïnspireerd door een Franse schrijver. Jean-Claude Postoudrien. Een Portugese, volgens mij. Dat zeg ik Jean-Claude Postoudrien? Ja. Maar hoe was hij dan? Ken jij Jean-Paul Castouillon niet? Nee, die ken ik niet. Nou, als je die niet kent, dan houdt het helemaal op. Nou, dan houdt het helemaal op. Dan heeft zo'n gesprek dus weinig zin. Lijkt me wel. Dan gaan we dus gewoon nu weg.